De eerste sector die de handen in één heeft geslagen, waar we hebben gezegd, hoe kan het wel? Als je bedenkt dat bouw 9% van het bruto nationaal product oplevert, is het natuurlijk ook economisch van groot belang dat er doorgebouwd kan worden. Dit is Haarlem en in Haarlem heb je winkelcentrum Schalkwijk en dat winkelcentrum wordt momenteel omgebouwd tot een levendig stadshart waar mensen straks kunnen wonen, werken en natuurlijk winkelen. In de bouw wordt stevig doorgebouwd en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken die komt vandaag op werkbezoek even kijken hoe dat gaat, doorbouwen, veilig en verantwoord. En natuurlijk is Maxime Verhagen, de voorzitter van Bouwend Nederland, er ook. Dat gebeurt allemaal op een parkeerdek hier achter de bouw, daar gaan we even kijken. De bouw is een hele belangrijke economische sector. Er is een groot tekort aan woningen. En sowieso in deze tijd, hè, we willen natuurlijk het liefst, we snappen allemaal dat we rekening moeten houden met elkaar. En dat dat virus teruggedrongen moet worden en dat daarvoor heel veel niet kan. Maar juist de bouw kan wel. Ik vind dat prachtig om te zien. Het speelt zich voor een groot deel buitenaf. Hier in de Keet en op de bouwplaats zelf houdt iedereen zich netjes aan anderhalf meter handen wassen. Dus dat kan ook echt in de bouw. En dat hebben we in Nederland, heb ik net gehoord, beter gedaan dan in sommige andere landen. Daar ben ik trots op. Waarom is het juist vanuit de bouw en de infrastructuursector zo belangrijk dat er wordt doorgewerkt? Nou, we hebben op dit moment natuurlijk een enorm woningtekort. Zo'n 315.000 woningen tekort ten opzichte van de vraag. Dus ja, zolang je kunt bouwen is het natuurlijk wel voor de mensen die een huis aan het zoeken zijn, die een dak boven hun hoofd willen hebben, natuurlijk van groot belang dat er gebouwd kan worden. Want anders lopen die tekorten alleen gewoon weer op. Er is een verklaring ook ondertekend, hè? Protocollen, ja. alle dingen zijn gedaan die administratief gedaan moesten worden. Ja. Wat stond er in die verklaring en waarom is de verklaring zo belangrijk? Nou, die verklaring, het was de eerste, hè, in Nederland. Dus het was de eerste sector die de handen ineen heeft geslagen, waar we hebben gezegd, hoe kan het wel? En in die verklaring is gewoon opgenomen onder welke voorwaarden juist dit soort activiteiten gewoon door kunnen gaan. En wat we van elkaar dan ook verwachten, wat je van elkaar mag verwachten. Hè? Want natuurlijk is het ook logisch dat er ook een beetje naar de overheid wordt gekeken. Van jullie, we zijn voor een deel gereguleerd door de overheid. Dus kijken jullie een beetje met ons mee, dat hebben we gedaan. En daardoor is die verklaring er gekomen. Heel blij. Zo'n 70-80% van het werk kan doorgaan, dus dat is erg goed. Maar als je bedenkt dat bouw 9% van het bruto nationaal product oplevert, is het natuurlijk ook economisch van groot belang dat er doorgebouwd kan worden. U nog iets opgevallen? Nog touwtjes gezien? Of juist hele leuke dingen vanochtend? Ik vond het net heel leuk. We hadden allemaal een bekertje koffie zelf gepakt bij het apparaat. En toen wilden we onze kartonnen bekertjes weggooien. En dat kon nergens. Ja, waarom niet? Ze hebben nooit kartonnen bekertjes. Iedereen heeft gewoon zijn eigen mok. Maar ze doen het heel goed juist. Volgende keer daar eigen mok mee. Ja, precies. Ja. Dank u wel. Blijf gezond. Dank je wel. Blijf gezond. Thank you.